hij moet tegen het begin. Hij moet aan het begin van het liedje staan en niet ergens in het midden, dus dat is het verschil. Dat is wel fijn als dat gebeurt natuurlijk. Mooi stukje. We hebben een tijd lang niets van hem gehoord. Ruud van Overdijk, de derde Zorro. Je zou bijna denken, waarom is hij niet bezig met de zoektocht naar Jezus aan de overkant van de Noordzee? Maar nee, hij gaat Arthur spelen. Het is weer hetzelfde. Altijd in koor. Ik die het fout doe. Ik heb jullie door. Ruud, helemaal in het mooie zuiden van Nederland. Ja. Wat doet jou hier verzeild raken? Nou goed, ik kom hier natuurlijk wel een beetje vandaan. Dus, zoiets meende ik te horen. Juist, ik kom hier wel vandaan. Nou, wat doe ik hier? Ik kom 8 uur in de strijd om Kamerlot promoten. En ik vind het ontzettend tof dat jullie hier zijn daarvoor. Ja. Want ik vind het heel belangrijk, zeker in deze tijd. Het is een nieuwe producent, een nieuw stuk. En het is echt het waard om het te komen zien. Dus het is echt gewoon te gek als jullie hier ook aandacht aan schenken. Dus dat wilde ik wel even vermelden. Waarom ziet papa niet in? Dat ze geen vrouw is voor hem. Niemand kan mama vervangen. Lieve lach en haatstem. Ik heb niet zo'n hele fijne periode achter de rug, laat ik het zo zeggen. Na heel Zorro en tijdens Zorro had ik het best zwaar. Ja. Ik bedoel, het is een heftige tijd geweest, heftige strijd geweest en ook een heftige productie voor mij, heel erg. Om veel privéredenen, maar ook werktechnisch gezien. Het komt er eigenlijk op neer dat ik heel veel zelfvertrouwen en mijn zelfbeeld heel erg kwijt ben geraakt daardoor juist. En ik probeer nu echt dingen te gaan doen waar ik gelukkig van word. En waarvan ik denk, dit vind ik nou zo tof om aan mee te werken. En ik zag dit staan. En ik dacht, nou, dit is volgens mij iets waar ik weer een beetje passie voor theater terug kan vinden. En hopelijk ook genot. Maar weet je, wat ik echt zou willen? Ik wil avontuur, willen dag en nacht. Want het avontuur is waar ik naar smacht. Het zwaard uit de steen, dat beeld op iedereen. Dat is waar ik al jaren op wacht. Wij kennen de legende, al was het alleen maar via de satire van Spamalot. Ja. Hoe ziet jullie productie eruit? Onze productie is natuurlijk toegespitst op het liefst brugklassers, maar eigenlijk de hele familie. Dus het is één element uit het stuk, dus voordat het zwaard uit de steen werd getrokken. Dat is vooral het element wat we in de show zetten. Mm-hmm. De liefdesverhouding die toch alweer een beetje opbloeit. Maar het is allemaal wat naar een jongere leeftijd gezet, zodat kinderen en jongvolwassenen eigenlijk zich daar veel meer mee kunnen identificeren. En dat is wat wij proberen met de legende te doen. Maar het blijft wel de legende, het blijft wel het sprookje, het blijft wel zwaardvechten. Het blijft wel, en dat is wel heel tof. Ik wil avontuur, vechten met een zwaard. Op zoek naar de stad en rijden op een paard. Ik met een magische toverdag. Dat is waar ik al jaren op wacht. Jou kennen we dus vooral van die televisieauditie. En daar associeer ik jou met rauw, sexy, hard rock, hartstocht. Ja. Dit is toch wel wat speels, hè? We gaan een speelsere kant van jou zien. Ja, heel, heel graag. En een zachte kant en een jonge kant. Dus het is heel de baard gaat eraf. En die is er nu ook al voor een heel groot deel af. Maar daarom wordt het helemaal glad. En ik word natuurlijk ook wat jonger gekleed. Ik bedoel, de persfoto's ook. Ik heb een blauw t-shirtje aan met wit. Mm-hmm. Ik speel gewoon een jongen van de middelbare school ook. En ik vind het ontzettend tof, omdat het is een enthousiaste, leuke, opgewekte jongen eigenlijk. En ik heb nu natuurlijk alleen maar hele zware rollen gespeeld. Ramon en Zorro en het is allemaal heftig. Ja. En dit wordt heel grappig en speels en leuk inderdaad. Ik vind het verhaal ten eerste echt geweldig. Ik heb zelf ook wel iets met de legende van Arthur. Wat dan? Ik hou een beetje van dat mysterieuze en ik heb zelf vorig jaar een hele reis gemaakt door Schotland en het Keltische verhaal. Het trekt mij aan. Ik denk ook dat de legende heel erg aanspreekt. Ridders, jonkvrouwen, humor, alles kun je daarin zetten. En dat is ook wat wij hebben gedaan. We hebben dat hele mooie verhaal wat jongens en meisjes aanspreekt, hebben we verwerkt tot een
tot een mooie familie, een mooie familie, een familievoorstelling. Het is zowel voor de jongens heel erg leuk met de ridders, zwaardgevechten en voor de meisjes de prinsesjes en de superster. Ik denk dat het gewoon alles heeft om een hele interessante show van te maken. De Arthur legende heeft natuurlijk ook verschillende versies. Ja. En wij hebben daar ook één versie uitgekozen, maar ook onze eigen draai weer aangegeven. Ja. Dus... En hoe is er van u de spruitversie van de bekende Arthur legende? Ja, ik vind hem heel verrassend. Heel verrassend. Een diamant aan elke kant. Een grote naad aan elke wand. Ik ben een boxster. Oh, oh, ik ben een boxster. Oh, oh. Je lijkt echt popmuziek, maar er zit natuurlijk wel een musical sausje overheen. Omdat je natuurlijk wel het verhaal via die muziek goed moet kunnen verstaan en moet kunnen vertellen. Maar het is muziek wat de jeugd van nu aanspreekt. De jeugd van nu, 10, 9 jaar, luistert ook allemaal naar Lady Gaga en Madonna en dat soort sferen. Mm-hmm. En ja, er zit een mixje van al dat soort stijlen zit er doorheen. Ja, wereldwijd ben ik bekend. Mijn hand op druk staat in cement. Ik heb je net een electro-pop-act ten beste zien geven. Yeah. Hoe moet ik dat situeren in een wereld van zwaarden, kastelen en ridders? Nou, je moet eigenlijk zien dat Morgana Le Fay is echt een popster. Maar dat doet ze bewust, want ze is eigenlijk de slechterik van het stuk. En in zwaarden en ridders en prinsessen hoort natuurlijk ook een slechterik. Ja. En dat ben ik dan, dus zo moet je dat situeren. Oh, ik ben een popster. Samen met Morgana Le Fay het kwaad van het stuk? Het is een beetje geheim natuurlijk. Laat ik het zo zeggen, Mordred is meer een persoon die heel erg eerlijk is. En een beetje, hoe kun je dat zeggen? Ah, nou weet ik even dat woord niet. Hij flapt er eigenlijk alles uit. Zonder echt na te denken. En daardoor komt hij wel eens in probleem. Mordred is eigenlijk de Black Knight en is eigenlijk heel stoer. In ons stuk niet. In ons stuk is het Morgana met hulpje, Mordred. Okay. En dat is echt, kan ik je nu al vertellen, want we hebben een paar scènes gezien al. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi af te hoeven. En echt Morgana die de vrouw is en Mordred die het kleine hulpje is. En dat natuurlijk eigenlijk onderhuids beledigt. Maar dat is dus de hilariteit in het stuk. Dat is de luchtigheid die erin blijft door die twee eigenlijk. In deze tijd waarin het zelfs riskant is om aan een Joop van der Ende productie mee te doen, een solide producent als Joop, kijk naar Ghost. Ga jij een avontuur aan met een beginnend producentenkoppel? Ja, met alle vertrouwen. Met alle risico's. En alle risico's. Maar ik sta zo vol achter dit product. Gewoon volle 100%. En ik geloof ontzettend in Ilse en Leon die het produceren. Als je bij de bank aankomt, mag ik een lening voor dit project? Dat mag je best weten. Dat zit er gewoon bijna niet meer in. Nee. Dus je zoekt sponsoren, je gaat zelf financieren, je gaat alles uit de kast trekken om het op te kunnen starten. De auditie was gewoon in zo'n fijne sfeer en ik merkte dat ze zo enthousiast waren en er echt volop voor willen gaan. Ja, dat is voor mij alleen maar meer een reden om te zeggen, nou hier wil ik deel van uitmaken. We hebben heel hard gewerkt, heel erg gespaard ook en uiteindelijk hebben we bijna alles op eigen financiën uitgevoerd. Dus dat is heel heftig. Voel ik hier maar snel vandaan, weg naar het avontuur. Ik wil populair zijn voortaan met een poster van mij aan de muur. Nu snij jij wel wat aan, Ruud. Je hebt het over zelfvertrouwen dat je kwijt was geraakt. Dat moet je wel even toelichten. Ik denk dat een televisiestrijd die je doet is altijd heel erg heftig. En als je dan... Ik was op die tijd met heel veel dingen tegelijk bezig. En een mens kan maar zoveel hebben. Ja. Dus het was te veel. Het was letterlijk te veel. En ik had, mag je ook best weten, dat ik toen echt overwerkt was. Mm. Dus om dan ook door te moeten duwen. Natuurlijk is alles leuk. Natuurlijk ben ik ook heel dankbaar voor die kansen die ik heb gekregen. Maar op een gegeven moment ben je zo op dat je die kansen niet meer kunt grijpen. Mm. En voor mijn gevoel... ging het zeker naar het einde van de wedstrijd toe, van op zoek naar, heb ik een beetje het gevoel gehad van
ik was niet helemaal meer mezelf. Ik was niet helemaal meer in mijn eigen element. Of dat ik dacht van, waarom gebeurt het nu? Ik begon zo sterk voor mijn gevoel en het werd eigenlijk minder. En dat is eigenlijk raar, want je zou eigenlijk weer in moeten komen en steeds beter worden. Ja. En daarna is het natuurlijk een jaar lang wel in die productie staan en wel spelen. En het ging meteen op elkaar door. Dus voor mij persoonlijk, ik trok het gewoon even niet. Mm. En het deed mij heel veel dat ik eigenlijk je hele leven dan ineens inlever. Snap je wat ik bedoel? Ik kom heel erg achter dat je privé offer je op. Je vriendschappen offer je voor een deel op als je in het theaterwezen werkt. Ik vond het een heel heftig iets. Ja, ja. En ik merk dat het mij heel zwaar is gevallen daardoor. Ik wil avontuur, hele dag en nacht. Want een avontuur is waar ik naast mag. Het staat uit de steen, dat wil toch iedereen. Dat is waar ik al jaren op wacht. Toen Zorro op 8 januari ophield dit jaar, toen is voor jou een rustperiode begonnen. Ja, een rustperiode en... Nou ja, je mag ook best weten dat het nu heel zwaar is in het theatervak. Dus om werk te vinden en om daar ook echt aan vast te zitten, dat is echt heel moeilijk. Dus er zitten heel veel mensen ook zonder werk. Ja. Waaronder dus ik. Maar ja, en het kwam heel goed uit eigenlijk ook. Omdat ik gewoon echt zo... Ik was nog steeds niet helemaal... Ik was niet hersteld. Dus ik heb echt wel 2-3 maanden nodig gehad om te denken, oké, wie ben ik? Wat wil ik überhaupt? En in die fase zit ik nu steeds een beetje mee. Ik ben de magische toverkracht. Dat is waar ik al jaren op wacht. En dan is het een kwestie van het van vinden van nieuwe energie. In hoeverre helpt dit nieuwe project Arthur daarin? Nou, ik denk heel erg, want het zijn jonge producenten, het zijn jonge mensen. Het zijn, de muziek is nieuw, alles is nieuw en het is een heel ander soort ingang. Het is niet meer zo serieus, het is niet meer zo groot, het is niet meer zo, wow, alles moet perfect. Ik wil wel dat het perfect is, maar het komt niet meer meteen in de grootste krant van Nederland als er iets misgaat, weet je wel. En we hebben net zoiets mis zien gaan, Ruud. Ja, heerlijk. Nou ja, het blijft techniek natuurlijk, dus dat heb je soms. En ik merk nu al, ik denk dat ik tijdens Zorro dan helemaal in de paniek stond en verstart. Ja. En ik ben nu alweer in de fase dat er iets misgaat, dat ik krom kan lachen en dat ik zeg, ja hoor, mag ik hem aan het begin? Dat vind ik fijn. Ja. Dus ik ben alweer veel opgewekter en veel vrolijker en ik werd een beetje gesloten en een beetje naar, vond ik mezelf. Ook op beeld. Dus. Nou, een nieuwe fase. Een nieuwe fase. Een nieuwe zonnige fase. Ja. Straks, als wij op 8 augustus gaan kijken, kan ik dan een beetje de verzekering hebben dat jij op weg bent naar het werk dat jij echt wil doen? Ja, dat denk ik wel. Daar ben je eerlijk over nu? Ik denk, het is gewoon zwaar, maar ik denk zeker dat ik hier weer nieuwe energie van krijg. En als jullie komen kijken, dat ik dan sowieso die energie ook weer op het podium zie. Dat weet ik eigenlijk gewoon wel zeker, want het is nu al zo leuk en het is nu alweer zo... Dat ik denk, oh wacht, ja, dit is wat het was. Het voelt weer, ja, er is weer wat. Ja. En dat is zeker terug. En waar ik precies terecht kom, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik wil heel graag echt gaan zingen. En echt weer met bands en met dat soort dingen ook weer gaan verdiepen. En weer gaan lesgeven. Dat vind ik ook helemaal te gek. Want daar heb ik ook een papiertje voor op het conservatorium gehaald. En ik vond het altijd heel leuk om te doen. Dus het is echt nog van alles. En dat moet dan een keer zo samenvallen... En daar hoort dit bij. Nou, ik hoop van harte dat je 8 augustus een eerste stap hebt gezet. Nou, dankjewel. Ja, super. Ik wil avontuur, wil ik dag en nacht. Want een avontuur is waar ik naast mag. Het staat uit de steen, dat wil toch iedereen. Dat is waar ik al jaren op wacht.